Wat was er bijzonder in dit carnavalsjaar? Ja, er waren meerdere items, maar wat mij in ieder geval aardig bijbleef, is namelijk het bezoek op het gemeentehuis. En zat ik net in een jaar, toen was ik met een verbouwing bezig van mijn woning. En toen was het iets zo, een dubbele bewoning had, moest je daar een deur gaan maken in de woning. Dus hij naar elkaar toe komen. Maar ja, dat past me niet zo heel goed eerlijk gezegd. Want ik had altijd geruimte voor zo'n deur te maken. Ik denk, hoe los ik dat nou op? Ik denk, maar dat is, ik doe het helemaal niet. Maar goed, ik weet wel, dat geeft die ambtenaar, die komt daar. En kijk, en dan komt ze en zegt, waar is die deur? Ik zeg, ja, die deur, ja, dat kan hier niet. Heb ik geen ruimte voor? Ja, zei, dat moet, dat weet jij, dit en dat. Ik zeg, ja, maar dat doe ik dus niet. Ja, nee, dat moet gebeuren. Maar goed zeggen, oké, ik kom een keer werking. En ik kom werking, was er niks gebeurd. Toen moest ik bij de burgemeester komen. Ja, nou, in Schelberg, hè. Ja. Schelberg zegt, oké, kom eens op bezoek. Dat was een kantoortje, hè. En ik zit daar, maar hij was daar heel kort in. Hij maakte geen lang gesprek van. Hij zegt, maar dus, je hebt een opdracht zeggen en die vervul je niet. Vervul je er niet zeggen, dan komt het persoonlijk nog zeggen, bij jou de keer af te breken, met de zoveel zeggen. Ik denk, ja, nou, het was serieus. Ik denk, nou, heb ik mijn deur pakt, ik denk, noem maar met een deur in komen. Maar ja, het was allemaal krap, klein kozientje gemaakt, moest een deur in. De deur zat er ook in, en het werkt allemaal, kom later, zeker met mij, en dan controleren. Hij zei, oké, ja, je hebt toch goed lust te zeggen, hij zit erin. Ik zei, ja, maar geen zo beroet. Dat zal mijn zorg zijn, zeg ik toch. Ik zei, ja, maar dat zie je dan wel weer. Maar ik denk, verdomme, later moet de burgemeester komen met een carnaval. Ik moet die man toch een beetje herinneren aan dat moment. Dus ik zet in mijn broer iemand met een mooi klein kozientje maken. Waar ik een soort overhandiging kan aan de burgemeester. Nou, zei, dat zou ik wel doen. Nou, hij heeft een mooi klein kozientje gemaakt, een mooi kettentje eraan. Heeft die man soms dat geven. Hij wist precies wat het over ging. Hij zei, dat is, vind ik wel een heel goed idee. Het past ook wel bij de carnaval, zeggen. Maar je hebt wel geluisterd, zei ik. Zei, ja, dat heb ik dan. Ik zei, maar later, dus val weer terug. En dan weer, dan had ik het helemaal terugdraaien. En een paar jaar later kwam namens zijn zoon aan de macht in Hengel. Ik denk, ik heb wel in Hengel gewoon. Ik ben er gedonden en niks te maken. Dus dat heb ik me gedaan. Ik ben er weg van de weersel. En dan ben ik in Hengel gewoon. En dan moet ik eerlijk zijn, de controle nu is bij ons, niks aan de hand. En niet alleen de deur, maar compleet een woning. Dus ik ging wat makkelijk in Hengel. En dat vind ik een heel mooi item op de carnavalsom in Weersel. Dus ja, ik heb je verhaal gedaan. Ja, je denkt ook een hoop dingen. Ja, goed, de kleinigheid. Nou, wat ik me goed kan herinneren was de roze maandrak. Oh ja. Dan moesten we het goede voorbeeld geven. Het was om 12 uur vertrekken. Dat was toen, ja. En toen kwam ze bij mij en ik zeg, jongens, dat wordt hem niet. Zeg maar, ik zal goed met jullie maken. Ik zeg, vraag aan Henk. Als Henk weg wil, ga ik ook weg. Maar wat mij betreft blijven we er nog. En ze ging naar Henk, hè. En mooi dat raak, want Henk zegt, wie gaat echt niet weg. En dat weet ik nog heel goed. Maar dat is heel gezellig dus. En toen was na de tijd, ik kwam buiten, was in één keer was de steek weg. Dat moet je meeleven. Ja, dat was heel snel. Maar daar waren ze niet heel blij mee. Dat weet ik nog goed. Ja, dat was super. Dat was super avond.